Witte vlokken kwamen met bak uit de hemel vrijdagochtend. Voor de meeste Eindhovenaren betekent dat ouderwets sneeuwruimen. Maar niet voor de Willy Wortels van een scootmobielbedrijf uit Woensel Noord. Zij bedachten iets anders. Op een gegeven moment waren we met een schep bezig. En met een plaat om het weg te doen. Toen dachten we gaan even kijken of we niet kunnen maken om aan een scootmobiel te maken. Nou, toen hebben we dus aan het kijken geweest hoe kunnen we het doen. Hebben we een oude schuif gehaald en eraan gemaakt aan de bumper van de scootmobiel. En zodoende werkt het perfect. In het echt zul je de scootmobiel met sneeuwschuiven niet snel tegenkomen. Want de uitvinding wordt alleen gebruikt om het bedrijf toegankelijk te houden voor klanten. En dat werkt volgens een vrij simpel principe. Als je buiten de sneeuw rijdt, ik kan hem dus omhoog halen. Dus de schuif als ik bochten moet maken. En ik kan hem eigenlijk gewoon laten zakken dat hij net op de grond hangt. En dan kan de sneeuw gewoon naar de zijkant geschoven worden, omdat we hem een beetje schuin gemonteerd hebben. Zoals eigenlijk een grote vrachtwagen die schuiven ervoor op hebben staan. Scootmobielers die staan te popelen om ook een voertuig om te bouwen, kunnen maar beter even wachten. Ik zou het niet aanraden om het te doen. Kijk, niet iedere scootmobiel heeft voor namelijk een aansluiting om iets aan te maken. Quingo heeft het normaal, omdat er dus een losse voorvork aan zit, kunnen we hem daaraan bevestigen. Maar niet iedere scootmobiel is ervoor geschikt. En zeker geen kleinere scootmobielen, want kleinere scootmobielen zijn eigenlijk niet krachtig zat om de sneeuw weg te drukken. Het bedrijf zou best eens een gat in de markt kunnen hebben gevonden. Maar de verkoop van een scootmobiel met sneeuwschuiver staat vooralsnog niet op de planning. Dus als de sneeuw verdwijnt ook de scootmobiel weer terug in de werkplaats.